Een van de meest gevaarlijke prijsstrategieën die woningverkopers hanteren op het moment dat een huis wat moeizamer verkoopt, is om hun vraagprijs in kleine stapjes steeds te verlagen. We noemen dat ook wel de kaasschaafmethode. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat je het risico loopt om feitelijk achter de markt aan te lopen. Stel je de volgende situatie voor. Je huis staat te koop voor 250.000 euro, maar er zijn meerdere concurrenten in de markt. Meerdere soortgelijke woningen die soortgelijke prijzen vragen. En op het moment dat één van de concurrenten zijn vraagprijs gaat verlagen, met bijvoorbeeld 5.000 euro, zie je er vaak anderen volgen met dezelfde prijsverlaging en vaak ook met dan 5.000 euro. Waardoor de onderliggende verschillen niet gewijzigd zijn. Er is nog steeds dezelfde verhoudingskracht in concurrentie. Maar als er dan nog steeds niks gebeurt, dan zie je dat er op een gegeven moment weer een ander is die zijn vraagprijs gaat verlagen. En dan zijn de rest zal daar wel weer op volgen. En zo kom je uiteindelijk in een negatieve spiraal terecht, waardoor de vraagprijzen alleen maar dalen. En er zal echt wel een moment komen waarop één van de woningen dan verkocht worden. Maar voor de achterblijvers is dan in wezen de markt een beetje verpest. Er zijn een aantal betere alternatieven te verzinnen om te zorgen dat jij niet meegezogen wordt in de negatieve spiraal. Een van die dingen die je kan doen is zorgen dat je vraagprijs verlaagt met een groter bedrag dan waar je concurrent mee verlaagt. Dus stel je concurrent verlaagt zijn vraagprijs met 5.000 euro, dan wil je meteen je vraagprijs met 10.000 euro verlagen. Als jij echt wil verkopen, is dat de manier om je concurrentie voor te blijven. De meeste kopers kijken namelijk wat kan ik voor mijn geld krijgen en waar krijg ik het meeste huis voor het minste geld. Als je niet wil concurreren op prijs, kan je het ook op een andere manier doen. Je kan ook zorgen dat je kijkers meer biedt. Dat kan zijn in een hoger afwerkingsniveau, of je levert meer roerende zaken, laat je achter, of je bent flexibeler in je opleveringsdatum. Op het moment dat je wilt concurreren met een hogere prijs en je kan meer bieden, dan zullen kijkers nog steeds de afweging maken, wat biedt dit huis mij voor het geld en wat biedt dat huis mij voor het geld. En als jouw meerprijs weg te strepen is tegen de extra kosten die ze moeten maken om een andere woning naar hun zin te maken, dan zou het best eens kunnen zijn dat jouw woning dan toch het meest aantrekkelijk voor ze is.